Hola, amigas en amigos. Wat een luxe dat Hans Werdmulder, de Marokkaanoloog van Nederland, bijna drie kwartier lang rustig zijn verhaal kon vertellen. Bij de babbelshows van de NPO, Unilever Televisie en de andere campingzenders, was hij al na een minuut onderbroken door een of andere media-Marokkaan die hem voor islamofoob, xenofoob en uiteraard racisme uitmaken. Geen heel spontaan volgens het deugdraaiboek van de babbelshow. Droge cijfers en statistieken over Marokkanen in misdaad doen er niet toe, want feiten zijn ook maar een mening. Zo hoor ik GroenLinks en bijeen steeds weer roepen. Ik heb nooit begrepen waarom media en politici het Marokkanenprobleem nog steeds niet durven te benoemen. Keurige en vooral degelijke wetenschappers als Hans Wetmulder, maar ook een journalist als Fleur Jurgens die in 2007 de bestseller Het Marokkanendrama schreef, zijn verguisd en verketten door de linkse kerk. Ik maakte hetzelfde mee toen mijn boek Brussel-Arabia uitkwam. Hoe durfde ik in godsnaam te beweren dat de Marokkanen in Molenbeek een tikkende tijdbom waren? Vop-professor Leo Lucas wordt op handen gedragen door de Nederlandse journalistiek, en hij zal binnenkort wel een jubelend stuk in het NSC Handelsblad uitkakken over de islamitische helft Qatar. Ik moest denken aan Joost Eetmans, die ooit tijdens de proefopnames van een televisietoogstel van Avro opperde dat Marokkanen wellicht een crimineel gen hebben. Eetmans had net 24 uur doorgebracht in de gevangenis, in een cel met een Marokkaan. De pilot werd opgenomen in Theater de Smet in Amsterdam en Theo van Gogh, dat zijn herinnering tot de zegen mag zijn, was scheidsrechter en hij zat in zo'n hoge tennisstoel. Jorin Albrecht en het Boy waren de interviewers. De zaal zat bom van Marokkanen en toen Eerdmans over het criminele gen begon, werd het theater bijna afgebroken. Het avondprogramma werd meteen gecanceld. Sinds de Buikhuizen-affaire is het in Nederland onmogelijk om over de biologische achtergronden van criminaliteit te discussiëren. Dat is dan ook een ingewikkelde academische kwestie. Maar dat je na het zien van moco de wekelijkse narigheid in de opsporing verzocht en de dagelijkse krantenberichten over geweld in de grote steden zelfs niet mag fluisteren dat er een evident verband is tussen Marokkanen en misdaad, dat blijft te bizar voor woorden. De kaaskoppen media durven wel dagelijks te roep toeteren dat het zo gezond is om te vasten tijdens de heilige maand Ramadan. Wolla! Nou, ik heb razende honger en ik ga lekker een vorkje prikken op het strand. Doei doei!